Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Welkom bij een nieuwe uitzending van Excelsior 31 TV, waarin u kunt gaan kijken naar een samenvatting van het duel tussen Flevo Boys en Excelsior 31. Met welke 11 spelers hoopt Peter Wesselink de goede lijn van vorige week door te zetten? Ja, die is gelijk aan vorige week. Die vertelde dat één wijziging is. Stijn, die is geblesseerd, die kan niet spelen. Dus daar speelt Nick de Vine voor. Vertrouwen in de groep die afgelopen zaterdag won? Ja, never change a winning team. Hè. Daar ben ik niet zo van. Maar ik vind, we zitten natuurlijk niet in een geweldige periode. En in die niet geweldige periode hebben we vorige week een goed resultaat gehaald. Dus die jongens krijgen vandaag in ieder geval alle vertrouwen. Ja. Laten we gaan kijken naar de samenvatting. Die wordt aangeboden door Van Rijn Products en Gerald Jansen BV. Thank you.
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Gerald Jansen BV en Van Rijn Products. En zo weet Excelsior 31 niet te winnen van Flevo Boys en blijven de punten in Emmeloord. Nou, zwaar teleurgesteld. Je vergooit gewoon 3 punten hier. Ik weet wel, alles zit natuurlijk in incidenten. Maar je staat gewoon met lege handen. En vervelende, hele vervelende nederlaag. Met het moment dat ik draai en met een meesprint. Gaan we richting de 16 meter. En hij neemt die bal volgens mij 1 keer mee. Hij kijkt waar hij mee wil schieten. Op dat moment stagneert hij een beetje eigenlijk qua snelheid. Kom ik dichterbij en komt hij met zijn been tegen mijn been aan. Waardoor we allebei zeg maar onderuit gaan. Was het rood? Ja, als je daar contact maakt met een doorgebroken speler. Ja dan is het rood. Ja. Want zelfs met 10 man had ik niet het idee dat wij minder waren dan Flevo Boys. Flevo Boys had volgens mij moeite om het spel te maken. Ze wisten niet goed wat ze moesten doen. En wij probeerden het wat compacter te houden en met momenten eruit te komen. En volgens mij hebben wij de kansen ook wel gehad. Flevo Boys uiteraard ook wel in de tweede helft. Maar dan moet je hopen dat... Eigenlijk viel die 2-0 te snel. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV. Heel graag tot de volgende keer. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen.